De swingende muzikale voorstelling Whisky versus Whisky gaat vanavond in première in Theater Thalia. Gisteravond was er een speciale pers-try-out van de voorstelling over de familiedrama van vader en zoon Whisky. In het stuk wordt op meesterlijke wijze de levens en keuzes van muzikanten en het lot van emigranten neergezet. Whisky versus Whisky is vakkundig geregisseerd door Gerard Lageveen. De acteurs Mike Libanon, Michiel Blankwaard en Manushka Zegelaar-Breeveld doen ook een voortreffelijke job. Anne Hermelijn van Anko Production is speciaal om het theaterstuk naar Suriname te halen, een samenwerking aangegaan met het gezelschap Orkater en het Bijlmer Parktheater. De Nederlandse ambassade heeft daarbij een grote bijdrage geleverd. Vader Whisky vertrekt in de jaren 30 naar Nederland en weet als entertainer het nachtleven in Amsterdam te veroveren met zijn spel op de flageolet, een speciale fluit. Whisky laat zijn zoon junior halen, die echter vliegtuigbouwkunde wil studeren. We nemen u mee naar een fragment uit de pers-try-out. Hey papa. Hey lief boy. Hoe is het met je? Niet goed. Moet ik me zorgen maken? Heb je dat ooit gedaan? Ach jongen. Zoveel. Zoveel. Alles zit vast papa. Dan maak het los. Het is te laat. Nooit te laat? Open je hart. Misschien beter van niet. Wel, is goed voor je. Ik ben te oud, als ik eenmaal begin... Laat het los, lief boy, laat los. Zoals jij los kon laten. Je moet zijn als water. Niet als steen. Wees als water. Als steen. Delik watra. Delik watra. Ik ben een steen geworden. Hebt u wel genoeg gegeten, meneer Mackenzoos? Mieke Koeman, geboren en getogen in Spijkenisse, 42 jaar, rood haar en sproeten. Verzorgt Max Whisky junior, die onlangs zijn 80ste verjaring heeft gehad. Ze koken alles tot pap. Luister, Mieke, hoe vaak heb ik niet gevraagd om een gastelletje? Dan kan ik eindelijk weer een set gaan koken. Dat is helaas niet mogelijk, daar is het thuis niet op ingericht. Vroeger kookte ik mijn ongeluk. Ik kookte de lekkerste gerechten. Wat dan? Canard à l'orange, coq au vin. Niet Surinaams. Frans. Klassiek Frans. Hermelijn geeft aan dat ze langer dan een jaar bezig is geweest om dit stuk naar Suriname te halen. Volgens haar is het stuk een verhaal van ons, dat dus ook in Thalia opgevoerd moet worden. Whisky versus Whisky is een gedeeld erfgoed. Het is gedeeld verleden, Nederland en Suriname. Max Whisky senior is in de jaren 30 naar Nederland vertrokken om te gaan studeren. En daar is hij op een gegeven moment, bleek dat muziek maken lucratiever was. Dus dat verhaal heeft zich daar ontwikkeld. En hoe het leven daar was, ook met zijn zoon later. Dus het is een stukje van ons en een stukje van Nederland. Waar gebeurt? Waar gebeurt. En nu gaat dit stuk vanavond in première. Hoeveel keren zal het hier gedraaid worden? Uiteindelijk 7 keren. In eerste instantie dachten we 3 keer. Maar de reacties op dat stuk zijn zo goed. De cast is toch in Suriname. En we dachten nee, het moet vaker. In Nederland hebben ongeveer 8000 personen dat stuk gezien. En ons streven is nu om de 10.000 in Suriname op te tekenen. Ik wil Suriname in de eerste plaats laten genieten van mooi muziektheater. Het is de eerste, is het eerste. Maar het is ook een mooi verhaal. We weten heel weinig van onze geschiedenis, van onze muziekgeschiedenis. En dit is de interpretatie van het leven van deze twee heren. Max Whisky senior en Max Whisky junior. Maar door dat verhaal kom je ook een heleboel van de geschiedenis te weten. Van wat waren de relaties in die periode? We hebben het gehad over, je ziet een stukje kleur. Welke rol heeft kleur gehad? Er is een tijd in Nederland geweest waar je met een donkere kleur, weet je, heel belangrijk was. Tot zover Anne Hermelijn. Volgens haar leert dit stuk ons veel over een periode die we niet hebben meegemaakt. De tekst van Whisky versus Whisky is geschreven door Bodil de la Parra, Maarten van Hinten en Lagerveen zelf.